Dat is ook een verschil met andere jaren. Dat ik wat dat betreft veel relaxter naar mijn wedstrijden toe kan lezen. Ja, dat is af en toe een beetje met schouderwerk om naar voren te komen en te zeggen van dit wil ik, want dit is goed voor me. En wellicht kan je dwingen om Sven Kramer een OKT te laten rijden. Twee dagen na die prachtige 5 kilometer van jou in Heerenveen. Het is maandag, we zijn onderweg naar de volgende wereldbeker in Hamar. Ja, dan ga je met een geweldig gevoel, denk ik, naar Hamar. Als je maar 1/10 achter de winnende tijd zat op die 5 kilometer. Nou, inderdaad, ik heb een heerlijk gevoel overgehouden aan afgelopen weekend. En ja, zeker met een 10 kilometer in het vooruitzicht, dan geeft een hoop vertrouwen. Dus ja, ik heb er zin in om naar Noorwegen toe te vertrekken. Ja. De wereldbeker in Heerenveen is achter de rug. Dan heb je dus ongeveer 5 dagen voordat je aan de start komt. 6 dagen. Zondag rijden volgens mij. Staat Bob de Jong dan op dit moment in de relaxed stand? Ja, absoluut. Zelfs afgelopen zaterdag voor de race was ik dusdanig relaxed en wel goed gefocust. En ja, dat is ook een verschil met andere jaren. Dat ik wat dat betreft veel relaxter naar mijn wedstrijden toe kan leven. En ik heb het gewoon, ik maak echt veel, nog weer meer plezier dan de afgelopen jaren. En dat komt waarschijnlijk ook door de resultaten. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En daarom ben ik nu ook heerlijk relaxed. Ja, komt ook, denk ik, door het feit hoe jij bent. Maar ook hoe jij ermee omgaat, hoe jij bent en hoe de situatie tegenwoordig is. Ervaring speelt dan ook mee. Jij gaat gewoon je eigen koers. En daar pak jij de beste omgevingsfactoren bij. Zeg ik dat een beetje goed? Ja, dat zeg je zeker goed. We hebben een route eigenlijk uitgestippeld en dat is af en toe een beetje met schouderwerk om naar voren te komen en te zeggen van dit wil ik, want dit is goed voor me. Ja, en gelukkig werkt het ook en kan ik het ver genoeg doorduwen dat ik mijn eigen richting kan bepalen en het zeil op de goede richting zet, wat de wind er goed in komt. Ja, die wind die komt dan weer uit het westen, dan weer uit het oosten. Want je zit een paar dagen in Berlijn, je zit een paar dagen in Nederland. Of waar je dan ook zit met de VPZ-ploeg. Maar je traint dus ook met Bart Schouten mee. Het is een beetje van dit en een beetje van dat, hè? Nou ja, ik train volledig met de Duitse ploeg mee. Ik zit voornamelijk in Duitsland. En zo regelmatig probeer ik wel met de VPZ-ploeg wat op te trekken. Maar met de wedstrijden zit ik in een VPZ-ploeg. Nou, ik zie jou volgens mij veel vaker met een VPZ. Het trainingskamp heb je ook meegedraaid. In augustus, september was het geloof ik. Ja, dat klopt. Ik heb twee trainingskampen echt behoorlijk meegedraaid. En gewoon ook mooi met de jongens onderweg te zijn. Maar de trainingsopbouw en trainingsplanning die gebeurt bij Bart Schouten. En daar past zo'n trainingskampje in Ardennen en in Epe heel goed in. En in samenspraak met Erik Bouwman hebben we dat heel goed op kunnen pakken. Speelt ervaring op dit moment nou inderdaad zo'n grote rol bij jou? Je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt, alles al meegemaakt, ook de Olympisch goud natuurlijk. Kan je daarom ook gewoon lekker jezelf zijn? Ja, ik denk wel dat het een rol speelt. En ik weet wat ik nodig heb om hard te kunnen rijden. En ik heb mensen in mijn omgeving die me daarin ondersteunen en begeleiden, die weten wat ik ook nodig heb. En die maken de weg voor me vrij dat ik inderdaad die ruimte kan maken. Je weet wat je nodig hebt. Je weet ook dat je andere ijzers nodig hebt. Jij bent als een van de weinigen die al op andere ijzers is overgestapt. Vanwaar voor jou ineens die snelle stap? Ja, dat is ook op mijn pad terechtgekomen. En ja, als ik keer wat nieuws aangeboden krijg van probeer het eens uit. En je hebt er meteen een lekker gevoel bij. Ja, dan wil je dat toch verder uitproberen. En dat hebben we gedaan eigenlijk op een heel laat moment nog. Dat beviel me dusdanig. Dat ik op mijn techniek nog iets beter tot mijn recht kwam. En dat is de grootste winst. Dat ik mijn techniek daardoor beter kan laten tonen. Hoe belangrijk is de wereldbeker 10 kilometer aanstaande zondag in Hamar? Nou, het enige is dat je daar gewoon een hele goede 10 kilometer kan neerleggen. Voor de wereldbekerklassement is het belangrijk. En wellicht kan je dwingen om Sven Kramer een OKT te laten rijden.